Push the tempo, 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 push the tempo. L'entraînement militaire se réalisera à balles réelles. 8 tonnes d'armes sont prêtes à l'utilisation. Canons anti-chars, fusils mitrailleurs, mitraillettes anti-aériennes, grenades, canons 75, pistolets Beretta. Het theaterstuk Secret Gardens is gebaseerd op het boek Een verblindende afwezigheid van licht. Het is de getuigenis van een man die 18 jaar opgesloten werd in de beruchte Tazmamart-gevangenis in Marokko, omdat hij vocht voor vrijheid. Sagar Nikmart vluchtte 11 jaar geleden uit Iran. Mijn naam is Sagar, mijn achternaam is Nikmart. Ik ben Iranees. Ik ben uitgevlucht van Iran bijna 11 jaar geleden. Iran is een land waar de bevolking en vooral de vrouwen amper rechten hebben. De regering bepaalt wat mag en wat niet mag. Sagar vocht voor haar vrijheid en mensenrechten. In een dictatorisch land, alles is politiek. Je gedachten, je manier van kleding, je gewone leven, general life eigenlijk, dat kan ik zeggen. Alles heeft een heel dichte verband met de politiek. Alles is politiek. En om daar op te groeien als kind? Ja, ik was 16 toen de Islamitische Revolutie gebeurde in Iran. Niet alleen mijn leven, maar het hele leven van iedereen van onze generatie is veranderd. En had u een constant gevoel van onveiligheid? Natuurlijk. Ik kan die zo zeggen, dat is altijd zoals een soort big brother. Ze hebben altijd toezicht aan jou. Je hebt eigenlijk geen privéleven in Iran. Dus alles in de toezicht van de regering. En wat is eigenlijk het ergste, dat constant gevoel van onveiligheid of het ontbreken van die menselijke rechten? De gevaarlijkste is de volgens mij, de taboes in de maatschappij. Omdat er is altijd een gevaar voor jou dat je wordt genegeerd door de, ik weet het niet, door de ouders of door de wet of de regering. Of bijvoorbeeld, als je geen hijab hebt, je mag niet verder studeren, je kan niet naar de universiteit gaan, je kan geen andere job vinden. En dus het is een soort obligatie voor jou, het is niet je keuze. Die gevoel dat je hebt geen recht om te kiezen, dat is de zwaarste gevoel voor jou. Hoe bent u eigenlijk dan aan het idee gekomen om echt werkelijk te vluchten uit uw land? Ik heb een paar maanden voor een Iraanse televisiechannel gewerkt. Ze broadcasten from the America voor de Iraanse. En maar je weet dat die satellieten en de buitenlandse televisie- en radiochannelen zijn verboden in Iran. En ik heb voor hun gewerkt. Ik heb reportage voor hun gemaakt en gestuurd naar de Amerika. En ze hebben natuurlijk die reportage en de andere dingen gebruikt gemaakt. En daarna ik werd beschuldigd aan de spionage voor Amerika en die. Ja, soms kan je blijven en wachten en soms je hebt geen andere uitweg dan de ontsnappen en uitvluchten. Echt de druppel die de emmer liet overlopen of het was een samenloop van al die omstandigheden? Dat was alles, een beetje van alles, maar de laatste druppel, je hebt dat goed gezegd, de laatste druppel was de arrestatiebevel. Hoe begin je daaraan, aan vluchten? Dat gebeurt eigenlijk door de smokkelaars. In Iran kan je alles met de geld doen. Unfortunately, spijtig genoeg. Maar soms, moet je betalen voor je leven te redden. En mijn familie hebben ook dat gedaan. Ze hebben betaald voor ik en mijn man en mijn dochter. Was je bang? De grootste gevoel is bang. Angst natuurlijk. Omdat het echt gevaarlijk is. En hoe sleur je zo'n kind van 6,5 jaar daardoor? Ja, dat was heel moeilijk. Ze stelt heel veel vragen. Ik moet zeggen, je moet kijken. Het is een soort avontuur. We zijn aan het spelen in een film. Mijn dochter beseft dat, dat gebeurt iets
abnormaal, maar ze heeft geen andere keuze gehad. Soms ben je echt sterk van binnen. Je weet dat niet. Je beseft niet dat hoe je sterk kan zijn. Hoe kan je echt vechten voor je leven of voor andere dingen. Zoals je kindjes anders. Maar je hebt geen controle. Je hebt alleen iets in de hand van de smokkelaars. Mis je je land? Natuurlijk, je herinnering, je ouders, je familie. Alles, alles. Je geschiedenis eigenlijk. Je identiteit, je alles. Maar soms als je logisch denkt dat ja, nu ben ik veilig, nu heb ik een leven en nu kan ik verder gaan met mijn keuze. Dat is echt een goed gevoel. En bent u kwaad? Ik ben kwaad op de dictatorie, op de die altijd fanatisme en die alleen in één kant kijken en geen recht hebben voor de andere mensen. En bent u opgelucht dat u gevlucht bent? Eigenlijk wel, ja. Ik denk dat ik heb echt kans gehad, omdat ja, niet iedereen de kans kreeg. Ik bedoel, ja, dat was echt een soort een tunnel voor ons, maar een heel gevaarlijke tunnel voor ons, ja.